Dit initiatief, wat we nu gaan doen, is wij gaan meedoen aan een oefening bij het vluchtelingendetentiecentrum Kamp Zeist. En daar wordt door de officiële diensten, wordt daar de hulpdiensten, de ambulance, de politie, wordt daar een oefening gehouden. En wij gaan met die oefening meedoen. En wij gaan wel op zo'n manier met deze oefening meedoen, dat wij gaan laten zien dat er eigenlijk maar één oefening gehouden moet worden bij het detentiecentrum Kamp Zeist. En dat is dat het Kamp Zeist dicht moet. Hallo guards, this is the Piggy Security speaking. All people without papers should be released immediately. This is the exercise. Ja. Oh, this is... Even, politie, ja? Even wachten, even. Ja, Ik wil even u deze. Ik wil even u deze. We are now doing the exercise. Your ID, please. Huh? ID. Yes, but we are part of the plan to for the exercise. Your and ID, you're destroying. Please. You're now destroying the exercise. Ik praat van Nederland. We gaan het helemaal mis. Want het idee van de oefening was dat iedereen vrijgelaten moest worden vanavond. Dat was het idee. En dit zit je enorm te verprutsen. Ja, dat is wel. Liberer de prisonnier, il n'y a pas. En omdat het nou zo'n rampenoefening is, en omdat het zo'n ramp is dat deze mensen vastzitten, dat gebeurt hier in Zeist. Dag in dag uit, mensen vastzitten zonder dat ze ook maar iets gedaan hebben. Dit gaat alleen over papierwerk. Dit is Fort Europa in de praktijk. Hier wordt een nieuwe Berlijnse muur gebouwd. Ik heb het gezien, die Berlijnse muur, en ik was blij dat die afgebroken was. Maar hier staat hij. Mr. Gorbachev, please tear down this wall, zou meneer Reagan gezegd hebben, tientallen jaren geleden. Het wordt opnieuw tijd om die wall, die muur, naar beneden te halen. Hier in Kamp Zeist. Hier de plek waar mensen ten onrechte vastgezet worden. Die arme mensen die zijn gewoon niet in een goede plek geboren. Dus die hebben gewoon geen geld. Die kunnen gewoon niet vrij reizen. En dit is gewoon niet leuk dat ze daar gehouden worden. Waarom dan? Want je hebt geen geld, je bent niemand. Dat je komt uit Afrika, dat kan toch niet? Je heel lang vastgehouden. Voor wat? Moet je normaal gesproken een bejaarde vrouwtje in elkaar meppen, toch? Heel hard. Wil je zo lang vastgehouden worden? Nou, volgens mij zijn het helemaal eens. Maar ja, het is moeilijk van... Ja, het is lastig om aan het doen. Het is lastig, hè? Ja. Ja, je wil origineel, ik heb het nog gezien. Nee, best leuk. Doe de volgende keer mee. Je hebt ook een uniform, dus het is niet zo'n grote stap meer, toch? Van dit uniform naar dit uniform, toch? Ik ben al aardig onderweg. Toch? Dit lijkt me een belediging. Nee, dit is geen belediging. Dit is een mooie uniform, en dat is ook een mooie uniform. En ik ben al aardig onderweg. Ik heb door dat ik verder niet meer kan komen. Nee, oké. In Nederland worden heel veel vluchtelingen, heel veel migranten opgesloten. En wij verzetten ons daartegen in woord en daad. En dit is een manier om te laten zien dat het opsluiten van vluchtelingen en gevaarlijk is, maar ook super inhumaan. En daarom deze actie. Wat heel belangrijk is, dat het verzet tegen hoe wij in Nederland en Europa met migranten omgaan, dat verzet aangewakkerd moet worden, dat moet blijven.